al eens Marken en Volendam gehad? De Veluwe ook gehad? Zuid-Limburg gehad? Ook al eens een keer de zak gehad? Ja, dat kan. De zak van Zuid-Beveland. Een van de mooiste polderlandschappen van Nederland. Als het nu eens een dag geen strand weer is, doe dan wat vele Duitsers voor u al deden. Koop in Goes een treinkaartje naar Hoedekerskerke. Of beter, koop er een toertje, want in Hoedekerskerke valt echt niets te beleven. Je kunt je per eerste, tweede of derde klasse laten verplaatsen. Het verschil is de prijs en de zachtheid van de banken. In Goes koopt u in de oude spoorgoederenloods aan een nostalgisch loket uw kaartje. Kom alleen op zon- of feestdagen en altijd even voor 11 of voor 2. Want anders is alles hier leeg en verlaten. Met uitzondering van de werkplaats waar men nog een eeuw lang dag en nacht kan klussen. Met deze trein rij je dwars door de zak. Niet met intercity-snelheid. Deze stoomtrein gaat met een kuiergangertje om u niets te laten missen. Er rijdt ook een bagagewagen mee. Even denk je aan bagage van 100 jaar terug. Maar al snel ben je weer bij de trein. Zelf maar de koffer boven het hoofd getild. Allee, we vertrekken. Ik ben er klaar voor. Geen personeelsgebrek. Kennelijk betaalt werk op zondag goed. Bent u net op weg, dan stopt de trein alweer. In de zak werken spoorwegovergangen anders. Eerst stopt de trein, dan stopt het wegverkeer en dan pas gaat de trein weer rijden. De eerste halte is in Schravenpolder, maar om onduidelijke redenen wordt daar nu juist nooit gestopt. Na 25 minuten bent u toch echt 6 kilometer verder, in Kwaadendamme. Hier mag u eruit, als u een prachtige vlindertuin wilt bekijken of op een schapenboerderij een schapenijsje wilt eten. Maar de trein wacht niet. Wacht u maar op haar terugkeer. Nog een kwartier later arriveren we in Hoedekerskerk, eindpunt tegen de dijk van de Westerschelde. De reizigers kunnen zich een uur verpozen. Er is een speelpark met, heel origineel,
een miniatuurtrein en een midgetgolf. Binnen kan men eten en drinken en tegelijkertijd de mooie modelspoorbanen bewonderen. Intussen wordt de locomotief van de ene zijde van de trein naar de andere verplaatst. Vandaag reizen we met een van de 5 stoomloks van de SGB, gebouwd in 1924 in België. Ook het ketelwater moet worden aangevuld voor de terugreis. Krijg eerst water. Ga je een beetje drinken, dan loop je niet drinken. Heel veel water drinken. Het uur is snel voorbij. In hetzelfde tempo gaat het huiswaarts en na 160 minuten is men weer op het punt van vertrek.